We hebben ongeveer 10 liter water opgeschept. De groene kleur van dat water wijst erop dat er heel veel planktonontwikkeling is. Dat betekent dat er heel veel voedsel in dat water zit. Dus dat ga je ook wel zien straks. Dat gaan waarschijnlijk hele mooie kolonies van planktonische diatomeeën zijn die je aantreft. Diatomeeën, oftewel kiezelwieren. We zijn er nog maar pas en het woord is al gevallen. Typisch, want Bart van de Vijver, jawel, hij heet echt zo, die is er zot van. Met een planktonnet kan je de plankton verzamelen. Dus wat drijft van algjes in het water. Nu, heel veel diatomeeën leven vastgehecht op de bodem of kruipen vrij rond op de bodem. En daarvoor schraap je eigenlijk die bovenste laag van die stenen af. Boah, het water is toch koud. Bart is bioloog en prof aan de Universiteit van Antwerpen. Maar zijn onderzoek doet hij vooral hier, in de plantentuin van Meissen. In de voorbije jaren heeft hij al meer dan 400 nieuwe soorten kiezelwieren beschreven. Kijk, 1, 2. Ja, toch een beetje een nerdy jobje, hè? Mini-algjes bekijken en beschrijven. Maar die kiezelwieren zijn eigenlijk superbelangrijk voor het leven op aarde. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen en vandaag horen we hoe je met die minuscule algjes tienduizenden jaren kan terugkijken in de tijd. Elke alg laat een spoor na. Want algen komen over de hele wereld voor. Zeeën, rivieren, beken, uw bloempot thuis, waar tussen de zandkorreltjes wat water blijft zitten, daar ga je ook algen vinden. Nu, die algen die daarin zitten, die zijn eencellig, dat zijn kleintjes. En dat is nu de groep van algen die ik zelf bestudeer. Je hebt honderdduizenden algensoorten. Mijn groep, diatomeeën, kiezelwieren, onderste van een millimeter groot, kunnen dus tussen de zandkorreltjes kruipen. Daar heb je een 60.000, 70.000 van. Nu, dat zijn eencellige algen die een klein, zacht celletje maken. En dat zacht celletje dat gaan zij verstoppen in een skeletje dat gemaakt is uit glas, uit silica, uit kiezel. Vandaar dat we zeggen ook kiezelwieren. En zo'n skeletje dat bestaat uit een doosje, uit een dekseltje, centuurtje daar rond om de twee samen te houden. Algje zit beschermd, maar als het algje doodgaat, vallen die twee stukken uit elkaar. Het soft, het zachte gedeelte gaat vergaan. Maar die kleine glazen schaaltjes die bezinken op de bodem. Die bodem ligt bezaaid met duizenden van die schaaltjes. Als we dan een monstertje nemen van die bodem van dat meer, dan kunnen we gaan kijken wat 1000, 2000, 3000, 10.000 jaar geleden, welke algen, welke diatomeeën er toen voorkwamen. Nu, elk van die diatomeeën heeft zijn eigen voorkeur voor zout, voor zuur, voor voeding. En op basis daarvan gaan we dan eigenlijk kunnen we vaststellen wat er 10.000 jaar geleden voor milieuomstandigheden heerste. En misschien zelfs kunnen we dat uitbreiden te gaan zeggen hoe is het milieu veranderd? Wat zijn de invloeden? Is dat bijvoorbeeld een klimaatverandering geweest? Is dat bijvoorbeeld de zee die plotseling door een dijk gebroken is? Het kan zeer lokaal zijn, het kan regionaal zijn, maar het kan ook een groot mondiaal effect geven. Maar kiezelwieren zijn niet alleen interessant voor wetenschappers om ermee terug te kijken in de tijd. Ze kunnen ons ook iets vertellen over ons eigen leefmilieu van nu. We gaan die schoonmaken, we gaan al het organisch materiaal doden en we houden dan over staaltjes die heel mooi zuiver gemaakt zijn. Nu, dat schoongemaakt materiaal moeten we ook nog kunnen bekijken. En daarvoor maken we dan zo'n mooi glazen preparaatje, een microscopisch preparaatje. Kunnen we onmiddellijk zien welke soorten, hoeveel van elke soort en of er bijvoorbeeld misvormingen in bepaalde soorten voorkomen die kunnen wijzen op bijvoorbeeld een milieuprobleem in dat water. Zo onderzoekt Bart op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij waterstalen uit heel Vlaanderen. En ja, hij kijkt en hij telt en hij kijkt en hij telt. Gaat die echt letterlijk één voor één, streepje na streepje tellen, totdat ik er 400 heb? En die 400 weten we uit ervaring dat dat een goede inschatting geeft van de soortenrijkdom die hierin zit. Het gebeurt uiteraard dat er ook soorten of exemplaren bij zijn die ik niet direct op naam krijg. Dan hebben we daar gelukkig een paar meter boeken voor, die we kunnen erbij halen, goed geïllustreerd, en proberen die soort op naam te krijgen. En als we het echt niet weten, ja, dan kan het zijn dat je met een nieuwe soort zit. En op die manier gaat de wetenschap ook vooruit. Bart die heeft ondertussen al honderden nieuwe soorten beschreven. En hij mag die trouwens ook elke keer zelf een naam geven. Hoe cool is dat? Maar wat je nu nog zou kunnen afvragen, is waarom Bart die kiezelwieren hier in de plantentuin bestudeert. En niet aan de zee bijvoorbeeld, want ik kan me voorstellen dat er daar wel veel meer wieren te vinden zijn. Ah wel, daar is een heel goede reden voor.
De plantentuin heeft een van de grootste diatomeecollecties in de wereld. Een van de 10 grootste. Dat is de zogenaamde Van Hurk-collectie, genoemd naar Henri Van Hurk, Antwerpse industrieel, zelfmeed bioloog, die tijdens zijn leven met heel veel wetenschaps van over de hele wereld communiceerde, materiaal naar hier haalde, preparaten naar hier haalde. Dus hier zit eigenlijk het basismateriaal waarop vele namen van diatomeeën zijn gebaseerd. En daarom is het belangrijk om die collectie te bewaren, maar ook om die terug te bestuderen. En gelukkig kunnen we dat, want we hebben zowel aan de ene kant hebben we de preparaatjes, aan de andere kant in de kast zit het originele materiaal dat gebruikt is om deze preparaten te maken. En dat kunnen we opnieuw bestuderen met onze moderne middelen. Wetenschappers uit de 19e eeuw die hadden wel microscopen, maar die waren bij lange niet zo goed als die van nu. Vandaag de dag hebben we veel betere lichtmicroscopen die ons al veel meer in staat stellen om nog fijnere details te zien. En sinds de jaren 50 hebben wij een extra techniek gekregen. Dat zijn elektronenmicroscopen. We scannen eigenlijk elk detailje van zo'n schaaltje af tot op 10.000, 20.000, 100.000 maal vergroting, waardoor we details te zien krijgen die ze 150 jaar geleden niet konden zien. Bart kan nu zijn diatomeeën tot in het kleinste detail zien, maar er is nog een reden waarom Bart die oude kiezelwieren allemaal nog eens opnieuw wil bekijken. Want wetenschappers als Bart die hebben nu soms ook een ander idee over tot welke soort een bepaalde diatomee behoort. En dat is belangrijk, want aan elke soort hangen ook bepaalde eigenschappen vast. Nu, door onze soorten beter te gaan bekijken en te verfijnen op soortniveau, ga je dus ook die ecologische gegevens verfijnen, want dat soortje komt enkel voor onder die omstandigheden en niet onder die omstandigheden. Dus hoe gedetailleerder die kiezelwieren beschreven zijn, des te beter kunnen wetenschappers ze ook gebruiken om dan iets te zeggen over het milieu of het klimaat of de waterkwaliteit van duizenden jaren geleden of ook van nu. Kiezelwieren kunnen ons iets leren over het verleden. Maar kiezelwieren zijn ook vandaag de dag belangrijk en gaan het ook in de toekomst zijn. Het zijn plantaardige organismen, wat betekent dat zij fotosynthese doen. Fotosynthese, ze gaan CO2 opnemen, ze gaan zuurstof uitscheiden. En nog niet zo'n beetje, hè? 26% van alle zuurstof over de hele wereld komt van kiezelwieren. Diatomeeën of kiezelwieren die zijn heel belangrijk in de natuur. Die zijn voor ons mensen ook heel belangrijk. En zelfs als ze dood zijn, kan je er nog je tanden mee poetsen, kathedralen mee bouwen, brandkasten maken en zelfs dynamiet mee maken. Maar hoe dat allemaal zit, dat is voor een ander college. Ik onthoud kiezelwieren of diatomeeën rock. Voor nog meer video's en podcasts over onderwaterthema's, één adres, het Universiteit van Vlaanderen kanaal. Veel plezier ermee!